Welkom in het Conceptgebouw voor deze lezing. Het is een paar jaar geleden na de lezing van William Kentridge, toen ook al in het kader van de tentoonstelling van Musea Brugge het Sint-Jans Hospitaal. Dit keer is er die nieuwe prachtige expo, moet ik zeggen, Memling Now. Een ontzettend grote aanrader. Daar moet je zeker naartoe. U kan trouwens met uw ticket van vanavond daar ook aan reductietarief binnen. Maar vanavond is het David Klaarboot die we de gast hebben. En David is een kunstenaar met roots in deze provincie, maar natuurlijk met een bijzonder opmerkelijke internationale carrière vandaag. En het Conceptgebouw heeft eigenlijk een paar jaar geleden nog in het Slow Festival een werk van hem getoond, maar nu is er die fameuze creatieopdracht op de zolder van het Sint-Jans Hospitaal, Wildfire. Een indrukwekkend werk, prachtig geïntegreerd daar ook in die locatie. Nu, we gaan er vanavond meer over horen. Het is een installatie met heel wat ideeën die hierachter schuilen, maar ook heel wat technische hoogstandjes. Dus ik vraag graag uw aandacht en uw applaus voor David Klaarboot. Van mij verwacht dat ik begin te zingen. Goedenavond. We hebben ongeveer een uur. Is dit oké? Ja. We hebben ongeveer een uur. En mijn lezing is doorgaans makkelijk 3 uur. Dus ik ga 3 keer zo snel praten en we gaan het allemaal niet krijgen. Ik zou willen beginnen, dus in 3 fasen spreken, als ik kan gaan beginnen. Over de verschillende andere werken uit het verleden die een zeker verband hebben met Wildfire, Meditation on Fire. En dan zou ik u daarna willen meenemen in mijn kitchen en enkele productiebeelden laten zien, ook op tekeningen. En dan uiteindelijk eindigen met indien het gevoel hebben dat dit het vanavond toelaat. Zaken die iets abstracter zijn, iets meer in de realiteit van de theorie zitten dan het beeld. De eerste introductie begint eigenlijk aan de hand van een werk dat meer dan 10 jaar geleden gemaakt is geworden. En getiteld Sunrise, zeer eenvoudig, is ongeveer ook een 21 minuten durende film. Net als Wildfire, dat zich volledig afspeelt, of die zich volledig afspeelt in pikken donker. Min of meer zoals ik jullie nu zie, ik kan amper iets ontwaren. Maar de toeschouwer die binnenkomt in de filmzaal, die film wordt geprojecteerd op pikzwarte ondergrond, die ziet aanvankelijk niet erg veel. Je moet even tijd geven aan je ogen om je ogen te laten gewennen aan de donkergefilmde Duitse film die je ziet. En waarom haal ik dit aan, als ook nog aan enkele andere werken waar we het gaan over hebben, is omdat wat mij altijd zo heeft gewonderd bij projecties zoals bijvoorbeeld deze nu, of bij eender welk elektronisch licht, is het is eigenlijk een zeer zwakke lichtbron. En als je kijkt naar een film, als je naar de bioscoop gaat en je kijkt tegen de zon in het beeld, dan zit je naar een bijzonder zwakke variant te kijken van die zon die 93.000 lux per vierkante meter op de aarde neerlegt. Waar je reflex natuurlijk is om je af te wenden. En binnen het beeld, binnen de projectie, zelfs binnen de fotografie, zelfs binnen het fotografisch beeld, of ook binnen de schilderkunst, als je verder teruggaat in de tijd, is het toch merkwaardig dat wij lichamelijk bijna een soort van residu in ons houden, dat zegt, oh, dat is te veel. En natuurlijk, de hersenen zijn snel genoeg om te corrigeren, het is maar een beeld. Maar dat idee van dat zwakke licht, die acteur, dat eigenlijk die scherm is, dat er toch in slaagt
om in zijn vlakheid, in zijn onbestaandheid, want dat is een beeld anders dan vlak en afwezig, dus verf, om ondanks dat zaken te genereren die vanuit ons komen, omdat ze eenvoudigweg geprogrammeerd zijn in ons. En dat zijn zaken die mij steeds geboeid hebben en waar ik eigenlijk altijd mee gewerkt heb. Inclusief in Wildfire. Zoals je al kunt vermoeden, door de dichotomie tussen het hete vuur en het koele, groene gras en bomen. Bij Sunrise krijg je dus een film die ja, is veel donkerder als dit. Ik heb dit nu even zo opgeblazen om de details te laten zien, maar uiteindelijk op het einde van de film, het is een verhaal over een jonge dame die werkt als poetsvrouw en als huishoudster bij welstellende mensen die in een Mies van der Rohe-achtige of Johnson-achtige villa leven, midden in het groen, volledig geometrisch geëncadreerd. En heel de actie van die jonge dame is eigenlijk al één choreografie tussen verticale, horizontale geometrie en haar eigen lichamelijke bewegingen. En op het einde, wanneer ze gedaan heeft met werk, eerst koffie zet voor het ochtendgloren en dan het in vertrekt op haar fietsje, rijdt ze het landschap in. En dat is dan eigenlijk het eerste ogenblik waarbij dat je na 20 minuten ineens de zon in je gelaat ziet priemen. En dat gaat dan samen met een stuk gemanipuleerd stuk Rachmaninov. Maar dat valt eigenlijk samen wat die dichotomie waar ik altijd naar zoek. Dus van licht en donker, ijs, kristal en water, warmte, koelte, dat zijn eigenlijk zeer eenvoudige fenomenen die iedereen zich kan herinneren. Een ander werk, Mr. Over Landscape, is een diapositief, een zeer groot diapositief van ongeveer 1,50 meter of 1,10 meter, waarbij ik een landschap met een opkomende zon heb gefotografeerd en ik heb het beeld afgesneden op de helft van de zon. Ja, dus wat je ziet is voor de helft zon. En dan heb ik die geïnstalleerd en die gecompleteerd. Ik geloof dat dit werk ooit in Brugge getoond is geworden, als ik me niet vergis, heel lang geleden in 2002. In Brugge 2002. En de spotlight, zoals deze hier, maar minder krachtig, die komt de zon completeren. Dus die geeft ook weer die herinnering aan het te felle licht. Dit is een installatiebeeld van een veel later werk, getiteld The Quiet Shore. Is opgenomen of gesitueerd in Bretagne, aan het strand van Dinard. Het zal misschien bekend staan als dat strand met enorme getijden. Small Saint-Michel ligt daar vandaan. Wat mij opviel, midden in de zomer, wanneer iedereen op het strand aan het spelen, aan het zwemmen, is het ijsachtige karakter van laagtij. Wanneer dat zand, dat water, dat zand maar niet wil verlaten. Hè. Dus dat zand raakt nooit uitgedroogd en geeft altijd een heel scherp, spiegelend effect. En je kan met andere woorden, kan je eigenlijk heel de omgeving, want dat ligt in een baai, gespiegeld zien. Dat is het uitgangspunt geweest voor The Quiet Shore. Wanneer ik aan dat werk begon, wist ik überhaupt niet wat ik ermee wilde, maar ik wist dat het iets te doen had met dat zilver, koude ijsoppervlak. En wat het uiteindelijk geworden is, is een vrij lange film van bijna een half uur, met verschillende, ik zou kunnen zeggen, dia-slideshow, waarbij we steeds dichter bij dit jongetje aan de shore komen. En het enige wat dit jongetje doet, is in die 500 beelden waaruit de film gemaakt is, is eigenlijk dat één moment opgenomen waarbij hij zijn beide handen zo hard mogelijk in het water slaat. Maar tegen de tijd dat wij er als toeschouwer zijn aangekomen, een half uur later, bij dit beeld helemaal in het centrum van de compositie, voelt het warme water en de zomerse situatie al niet meer aan als water, maar het voelt aan als ijs.
of als kristal. Het is met andere woorden helemaal afgekoeld binnen onze eigen manier van daar te zitten en naar te kijken. Ik probeer met zo weinig mogelijk, zoveel mogelijk zaken te doen shiften of te doen verglijden binnen een beeld. Installatie met hetzelfde werk, rechts in de kindergarten, een zeer oud werk, ook al een werk met bomen. Bomen zijn ons thema, zoals een wildfire. Steeds recurrent, die komen, die zijn er altijd bij. Een van de volgende werken zijn die er opnieuw. En links hebben we Oil Workers, dat is de lange titel, de Oil Workers, de Shell Company of Nigeria, Returning Home from Work, Caught in Torrential Rain. Dat is ook een later werk nog dan de Quiet Shore. En de Oil Workers, de lange titel, is, komt van een gevonden beeld op het internet van iemand die een snapshot nam van deze mensen, een menging van mannen en vrouwen onder een brug, die schuilen voor de hevige regen. Maar wat mij boeide was hoe de captions bij het beeld van water infecteerde met olie. De Oil Workers of de Shell Company of Nigeria. En vanaf dat ogenblik is eigenlijk het project begonnen met bij de Oil Workers met die dialoog tussen het synthetische, olieachtige, virtuele materiaal dat ergens wel nog een herinnering geeft aan een analoog materiaal, zou je kunnen zeggen, aan een materiaal dat we kennen van de wereld daarbuiten, wat al op reis is gegaan. En dat is meestal mijn werk, is een reis, vertrekkende van een wereld die eenvoudigweg tactiel, sensorieel daarbuiten is, de bomen, de wind, de zon, de schaduwen. En zo verder gaat, weet je, als een ik had er enkele dagen geleden nog over, dat is Bruno Latour die zeer schoon zei, want het gaat over de moderniteit, dus het is als een vliegtuig nemen. En de kapitein zegt, wanneer ik opgestegen zegt, we hebben een klein probleem. En in mijn geval refereer ik dan naar het virtuele of naar het synthetische. We hebben een klein probleem, onze vertrekbasis die bestaat niet meer, we kunnen niet meer terug. Dus die analoge wereld, die receptieve wereld van daar in de wereld zijn, daar kunnen wij als synthetische mensen niet meer naar terug. Maar het probleem is, de landingsplaats, de luchthaven bestaat ook niet meer. Dus het virtuele is een plek die op reis is en die blijft ergens hangen. En dat is bij mij altijd het thema. En die blijft hangen in de herinnering tussen verschillende materialen. Dus uiteindelijk ben ik iemand die altijd weer geboeid wordt door materialen op een vast beeld, meestal fotografie, die de kans niet krijgt om te evolueren. En dat doe ik dan. Ik zorg ervoor dat dat toch misschien mogelijk is. Mijn allereerste werk, ook weer een boom, een van mijn allereerste werken uit 1996, Geur loopt ook losje weg. Beeld uit 1913, genomen naar aanleiding van een monumentale boom en mensen die daarvoor poseren. Dat is het eerste werk dat ik ooit doorgesteld heb in Palais de Beaux-Arts in Brussel, was dat toen. En het enige wat ik gedaan is, ik heb de kruin van de boom opnieuw gefilmd en die geïnstalleerd in het beeld. Waardoor je een zachte dialoog krijgt en eerder een strelen van het oppervlak. Want je voelt die fascinatie altijd met het oppervlak. Laat niemand je wijs maken dat film een plek is waar je in moet. Hè. Nee, dat is, bestaat bij gratie van afstand. Hè. En dat was in tijd bij Memling ook niet anders. Dan ander werk die hier ook weer helemaal in aangepaste vorm te zien krijgt, dat zijn de lichtbakken van bomen langs de weg, met enkel een kleine streep licht van, van de lantaarns, van de weglantaarns. En dan daarna, wanneer je minuten lang naar het beeld hebt zitten kijken, komen de bomen als schimmen tevoorschijn uit de donkere achtergrond. Dat is ook weer zo'n werk gemaakt om te weerstaan aan directheid. Ja. Dus er zijn een aantal bomen aanwezig. Dat is dan een fotografie uit 2003. En hier, ik heb er daar enkele van gemaakt. En eenvoudigweg,
stond klaar op mijn kamer en ik vraag aan passanten, mensen die wandelaars, vraag hun naam en ik noteer het tijdstip en dan vraag of ze daarna verder door het landschap willen wandelen en aan de horizon verdwijnen. En eens ze verdwenen zijn, neem ik de foto. Bijzonder eenvoudig werk. Dit is dan later, Travel, denk ik uit 2013, het eerste werk dat, ja, je zou kunnen zeggen, een complexere methode heeft. Ik heb daar heel mijn kunstenaarsstudio, we zijn een tiental, volledig moeten resetten. We zijn een jaar gaan studeren en na een jaar zijn we dan uiteindelijk dus totale productie van tussen de 3 en 4 jaar ongeveer, vooraleer we de film klaar hadden. Dus het verhaal van het bos dat er geen is, gebaseerd op nogal op ontspanningsmuziek, die daar was om mijn carrière op te gaan bereiken, want die muziek was echt nog ontref. Maar dat was het eerste spannend werk, want voor mij was het een introductie in die nieuwe wereld van virtual image making. Die heeft mij zeer veel geleerd en vanaf daar ben ik stilaan meegewerkt aan theorie rond fotografie, rond het korte leven van de fotografie. Theorie die eigenlijk ervan uitgaat dat je maar van fotografie kan spreken in de pure sense gedurende 150 à 170 jaar. En dat daarna de ideologie van het beeld desdanig verandert in onze tijd, dat we daar blindelings, zonder dat we het merken, afstand en afscheid van nemen zijn. En ik beweer bovendien ook dat je dat voert in het politieke, sociale en economische leven. Dus dat zijn geen theorieën vanuit een andere planeet, absoluut niet. Dan Olympia. Olympia, ook weer een werk waarbij je zou kunnen zeggen de natuur centraal staat, maar de natuur bestaat eigenlijk alleen maar in contextuele zin. Dat is voor iedereen wel iets anders. De natuur is een cliché, is eigenlijk een belediging voor de natuur. Dat is een organisatie van de cultuur, zoals wij ze zien. Maar in dit geval, bij Olympia, heeft het eigenlijk vooral betrekking op het groeien in reële tijd volgens een computermodel van onkruid, dat na verloop van jaren groot wordt, stevig wordt en uiteindelijk worden ook bomen. En het project duurt een millennium, waarvan mijn studio 25 jaar garandeert technisch. En na 25 jaar blijft het verder bestaan, natuurlijk kan het nog steeds functioneren. Maar dan moeten er waarschijnlijk jonge nieuwe lui komen die het werk updaten en opnieuw aanpassen. Dus het is een werk zonder einde waar wij als kunstenaarsstudio, of mijn kunstenaarsstudio, enkele maanden per jaar zoet mee is om te updaten. Dat is de Popielski-boom, die is een van de, de enige overlevende boom in Berlijn, van het oude Kronewaldstadion naar het nieuwe, de eik. De laurierentak voor de Nationaalsocialist, de eik. En bestaat nog steeds. Het tragiek was voor mij dat op het moment dat ik begon met de scanningactiviteiten, fotografie is dat niet, op het moment dat ik met de scanningactiviteiten begon, was de boom gekortwekt. Dus we hebben die aan de hand van archiefbeelden opnieuw moeten reconstrueren. Die is niet helemaal zo. Een ander werk dat niet gerealiseerd is, is Backwards Growing Tree. Het gaat over een boom die achteruit groeit in de tijd. En ja, de realisatie was gepland in 2017-18. En dan zou de boom uitkomen in 1992. Dus pakken we 25 jaar later. Waarbij dat dan na 25 jaar pas de mensen die in het museum of in de tentoonstellingsruimte rondlopen, ineens merken dat de film niet vooruit in de tijd loopt, maar dat die 25 jaar lang achteruit heeft gelopen. Want dan verschijnen twee mannen van de stadsdienst met een vispak, het is in Italië, met een vispakark. En die delven de boom uit, jong boompje, en die nemen hem terug mee. Allemaal in achteruit.
zodat heel lastig werk om te realiseren, dat je begrijpt dat je 25 jaar geduld moet hebben om te zien wat de werkelijke snelheid is van het werk. Maar aan de hand van beheersdata en data rond groei kunnen we de situatie vrij accuraat terug weergeven. Klinkt het abstract, dan wordt het nu nog een stukje abstracter. We gaan nu naar Wildfire. En hoe zit ik met de tijd? Ik ga nog een beetje sneller praten. Wildfire is eigenlijk begonnen aan de hand van de vraag van Tilo Borgert in verband met de membranaal tentoonstelling. En ik ga er altijd van uit dat als je als bij mij, binnen de vijf seconden bij manier van spreken, binnen de vijf ogenblikken, geen horizon hebt op een idee, dan heb je een probleem. En zeer snel toen we begonnen te praten over de membranaal tentoonstelling. En toen spraken we over het werk van Diana Algebeet en waar zij. Toen kwamen er een aantal zaken samen en één daarvan was het idee van, zoals ik al heb aangehaald, het materiaal in transformatie. En dus dat viel te beginnen van dat materiaal dat ergens begint, dan zijn oorsprong verliest en dan zo middenweg in iets anders verandert, maar ook nooit ergens kan aankomen. Dat materiaal kan niet aankomen in iets concreets. Dat moet bij het beeld blijven. Dat is het interessante van het virtuele. Goed mee opletten. Niet hopen dat zich dat concretiseert. Dat is transformatief, maar het gaat nooit meer terug naar hoe het was. En dus dat idee van die transformatie, van kristallisatie, van materiaal, van zacht naar hard, ofwel bescherming te geven, ofwel architectuur te worden, zoals bij de Maria van Eyck bijvoorbeeld, kerkelijke proporties aannemen. Al dit leidde er snel toe dat het idee geworden, dus vrij concreet werd, van een film te maken met een zeer meditatieve bosbrand. Dus een onmogelijke bijna. Maar het idee was daar vrij snel aanvankelijk, want zou het een film zijn met een uitgebluste brandweerman die als acteur eigenlijk ons begeleidt door het bos. Maar omwille van een onafhankelijker tijdsduur, minder psychologisch, hebben we dan die acteur achterwege gelaten en zijn dan eigenlijk uitgekomen bij die korte reis van 21 minuten. En links ziet u, zo gaat dat maken van een werk, de idylle. We beginnen met groene idylle, rustig, vogeltjes. Vogeltjes komen ook vaak terug bij de dingen die ik doe. Waarschijnlijk omdat vogeltjes iets mee hebben van het gekwabbel van mensenstemmen, maar toch weinig antropocentrisch overkomen. Ze zijn achtergrond, achtergrondmateriaal dat nooit de voorgrond inneemt. Het is een belangrijk punt. Dan de idylle blijft dan eigenlijk verder gaan in een lijk, een meertje of in een stuk water. Dat water heeft vooral als doel om zeer helder te worden. Koel te zijn, lichtjes, glooiend, maar vooral heel wit, zodat de ruimte ook helemaal opgelicht wordt. En dan gaan we over naar wat wij green wall noemen. Green wall is dan het verschijnen van een flank, van bomen. En misschien als je goed kijkt, dan zie je dat dat zijn allemaal scènes uit het arboretum van Tervuren. Of het scheelt niet veel, bijna allemaal in Tervuren opgenomen, die beelden. Omdat dat je daar een mooi voorbeeld krijgt van het kunstmatige van de natuur wanneer het door de mens georganiseerd wordt. Nevertheless, natuur blijft het. Die organisatie die je zag bij bepaalde constellaties van vooral dennen, vond ik interessant, omdat die dennen, je zal het straks zien, die hebben zo precies al een vuur-vlammenpatroon in zich. En die kondigen eigenlijk dat die vuur zijn al aan. Dan gaan we naar de small trees, kleine boompjes. En die small trees zijn belangrijk, zullen we straks zien, omdat die
krijgen de grote lichtgloed, rode gloed van de vuurzee die zich achter ons bevindt, over zich, zonder dat we vuur zien. Dat is eigenlijk een abstracte manier van naar de vuurgloed te gaan, zonder hem direct te laten zien. Komen we bij Red Hole en vanaf daar zitten we in het vuur. Het zijn gewoon brandende massa dennen. Naar een scène die ik de barok getiteld heb, ook omdat die doet denken aan een brandende hersenmassa. Die heeft zoveel coloriet, heeft zo'n palet van kleuren en van helderheid en donkerheid. Het is eigenlijk een beetje het kernpunt van het werk. Een Oya Memling komt niet in het barokke gedeelte, maar in het ook het helse gedeelte, maar in het hele subtiele gedeelte komen zo die hoekige, takkige patronen die je bij Memling in de anatomie ook wel aantreft en in de compositie, die komen daar ook in terug. Mits enige fantasie. Dan gaan we naar een donkere rookwolk en komen we uiteindelijk via de Deep Hell, dat is een stil meertje in een brandende bus. En zo lopen we dan. Het zijn schetsjes uit de studieboeken. En dan komen we op een punt waarbij dat dit zijn digitale pasteuze schilderijen. Gemaakt door een assistent van mij, dus niet door mezelf. Ik kan niet zo goed overweg met schermen. Die dan eigenlijk een concrete visualisering weergeven van die kleurenovergangen. Dus we spreken hier over een proces dat ook al dus meer dan anderhalf jaar, of twee jaar geleden eigenlijk. Dan een opeenvolging van de stils uit het werk, maar misschien heeft u het werk al gezien. Indien niet, dit is nog eens de opeenvolging uit de Green Idylle. Dan gaan we over naar een opener plek. Die sluit dan terug in een plek met kleine boompjes aan een bosrand. Dan hebben we die tak, die doortak, of die sprook naar voren gezet om toch een soort van houvast te hebben binnen bomen. En dan krijg je die zachte overgang naar dat harde rode vuur, waardoor het ook nacht wordt natuurlijk. Dan gaat het over naar wat we Red Hole noemen, Deep Hell. Nu, het interessante aan zo'n procedé, dus enerzijds hadden we dat vertrekpunt van die verandering van materie en van smaak in materie en aanvoelen en aanraken. Maar anderzijds was er ook de realiteit van het berekenen van een vuur. Mijn technici begonnen mij allerhande horrorverhalen te vertellen over wat er nodig is om zo'n vuur te genereren, te berekenen. Je doet dat namelijk niet zelf. Hè. Je voedt eigenlijk een analogie van wat je in de natuur zou hebben. Voed je het programma met dode takken, levende bomen, ondergrond, grootte, omvang. En al die dingen worden dan uiteindelijk virtueel in de fik gezet. En dan begint er een proces, en dat vond ik interessant. Ze zeiden, ja maar, we gaan de render farm in de fik zetten met de kracht van de berekening. En ik dacht, dat is wel interessant, dat is een schone analogie. Maar wat uiteindelijk het bewustzijn doet ook, hè. Wij geven 25% van onze energie geven aan onze hersenen door. Geen primaten kunnen dat niet. Hè. Die moeten 13, 14 uur lang kouwen voor deze 35% van onze energie genereren. Dus dat zijn dus het feit van vuur te hebben en energie te hebben in de boel te laten ontploffen. Dat was interessant genoeg om tot mee te nemen. De Deep Hell scène. En dan uiteindelijk de barokke scène. Dit is het moment waarop we bij het vuur komen als gebouw. Wij zijn
God zijn gewoon om alle optische evidentie, zoals een fotografiebeeld of een gefilmbeeld, alles waar je vraag te stellen, je hoeft niet gemanipuleerd, weet je alles gemanipuleerd kan zijn, maar op het einde van de dag nemen we het aan voor waar. Dus als je eens afvraagt, waarom is dat eigenlijk? Waarom nemen we het aan voor waar? Niet omdat we de kennis niet hebben, maar omdat we eigenlijk geprogrammeerd zijn uit onze biologie om dat voor waar aan te nemen. Dat is de kracht, maar ook het verschrikkelijke van dat beeld. Hè. We gaan daar nooit onderuit geraken. En ja, over architectuur, het had heel kort een gebouw. En dan komen we uit aan, terug aan het meer, waarbij we ons achtjes terug overgaan naar water. Nu, ik had het al even over vuur. En zo werk ik dan altijd. Wanneer we aan over de materie beginnen na te denken, en heel toevallig las ik dan iets over vuur als dubbele component. Hè. Dus dat is tweeledig, dat is enorm belangrijk. In de zin, zonder vuur zaten we hier niet. Hè. Dan hadden we al deze technologie niet. Maar dat is nog een ander aspect. Vuur laat ook toe om de dag langer te maken voor de vroege mens. Vuur laat toe om na het werk te gaan zitten en de werkdag te verlengen in een periode die contemplatief is. En die stil is en die dat doet ook zonder conflicten en bestaan. En ik denk dat van daaruit voor mij het wildfire is ontstaan en die samenhang tussen het contemplatieve, bijna negatieve zou je kunnen zeggen, en anderzijds dat onontkoombare geweld van vuur. Wanneer je vuur hebt, dus ook het reinigende binnen de christelijke traditie, dat je, het wordt nooit meer hetzelfde, maar het is ook wel reinigend. Ja, ik amuseer me dan met het maken voor jullie van zo'n kleine schetsjes, omdat ik denk, die spreken beter als mijn woorden. Iemand die zit te eten. En dit zijn dan enkele grepen uit boeken die ik bijhoud voor de productie, in dit geval één dik boek. Dat ook in de collectie van Musea Brugge samen met het werk komt. En dit is één pagina van, ik heb er zo enkele, met die associatie tussen de hersenstructuur, neuronen en zenuwen en eigenlijk het opkruipende vuur. Ik moet even opletten dat we niet te ver ingaan, want dat, ik ben er ook geen expert in. En dus daar nog wel eens ver in door met anderen. Maar om het kort te houden, een statement rond het ornament. Het vroegste ornament is eigenlijk de vorm van onze hersenen. De gyri en sochi zijn eigenlijk een feest van overvloed, van overdaad in de neocortex. Moet er allemaal ingepropt worden. Er is zodanig veel energie en het moet erin. Het kan wel naar buiten barsten, maar het moet er toch wel allemaal in. Het is eigenlijk een vroege manifestatie, of een basismanifestatie van ornament. Ornament is vreugde, is te veel. Dus we gaan rond. We hoeven niet rechtdoor te gaan. En dan krijg je een manifestatie van. Dat is mijn eigen theorie, maar voor een leer is wegwerkt, moeten we er misschien nog iets over praten. Magnificence is evidence, hè, wat eigenlijk kort gezegd is makkelijk met zo'n slogan. Ik kan zeggen, ik ga naar huis, neem maar mee. Een eenvoudige manier om de geschiedenis van het westerse beeld samen te vatten. Magnificence is evident, anders hadden we geen schilderkunst. Maar evidence is altijd lastiger, hè. Daar blijf je langer bij plakken. Evidence is zeker vanaf de Renaissance, wanneer we die technieken toelaten. En de optische revolutie daar is, wanneer die zaken beginnen, wanneer
weg kunnen spreken over de vroegmoderne mens, bij wie iemand spreken, die kan beginnen concentreren dat zijn oog een ongelooflijk lens is en een geschenk door God onbevrijd van alle donkerte helder te krijgen. En als we dat doen, dan gaan we alles ontdekken. Dus je kijkt naar de paneelschilderkunst en zie je bijna systematisch. Je ziet die vreugde van dat diepte in het landschap. Allemaal helder. En we kunnen heel klein schilderen. We kunnen zo klein schilderen, we kunnen op 3 meter gaan. Het is allemaal mogelijk, want ons oog is bevrijd van de donkerte. En dat is eigenlijk het geschenk van de lens. Hè. Wanneer de lens daar is, dan is het niet de mens. Ziet die analogie tussen zijn eigen kijken en de lens. En je ziet de activiteit van licht, het onbevlekte ook van dat beeld. Er zit niks in de weg buiten kristal. En er zijn geen krassen. Dus je krijgt van daar krijg je een geschiedenis van evidence. Magnificence and evidence. Je krijgt een geschiedenis van een liefde voor dat precieze materiaal dat zich losgekoppeld van elk debat, elke discussie, elke politiek onafhankelijk verklaart. En dat meekijkt samen met ons. Dus het einde van de geschiedenis van de fotografie. Als we het dan willen hebben over de fotografie, dat gaat daar eenvoudigweg in door. De uitvinding van de industriële reproduceerbare fotografie in het jaar 1840 is in feite een laat liefdeskind van de, je zou kunnen zeggen, van de verlichting. Niet toevallig verlichting, het gaat weer over licht. Verwekt samen met het begin van de industriële revolutie. Of eigenlijk midden in de industriële revolutie. We krijgen het verlangen naar onafhankelijke reproduceerbaarheid en ineens is het daar. Het wordt geboren. De industriële revolutie is vooral het kernwoord, daar is liberaal. Alles is mogelijk. Er zijn geen grenzen. Ondertussen denken wij daar wel anders over. Dat is, je krijgt de fotografie eigenlijk als het liefdeskind van die twee. Dat is, je zou kunnen zeggen, het kind van een ouder wordend koppel. En daar nemen wij nu, denk ik, afscheid van. Wij zijn daar nu, maar nou, is de vraag van het volgende. Ik denk om die maar te formuleren, gaan we eerst en vooral terug naar de 19e eeuw. Als we sociaal economisch kijken, zijn er allemaal hier, wat is iets te makkelijk, dat begrijpt u ook. Maar vooral zitten er nog niet, maar zitten bijna of komen richting 1840, 1850, 1870. We gaan naar dat punt waarop we gaan zeggen, het is weer allemaal fabrikaat. We hebben dat automatische beeld helemaal niet, dat onafhankelijk van onze eigen duister denken. Dat sinistere linkerkant. Dat van ons eigen duister denken. We weten niet meer zo zeker of we, wat we daar nu mee moeten doen. En het punt is, we moeten eigenlijk een stukje schizofreen worden om te kunnen omgaan met die twee werelden van het beeld. Met het feit dat de lens als unicum, ik zal er enkele schetjes van laten zien, hopelijk. Oh nee, het gaat eerst naar iets anders. Het feit dat de lens ook nog altijd, omdat het één ding is, het is één lens, we spreken niet over twee lenzen. Als we denken aan ons eigen kijken, dan denken we ook aan uniteit, niet aan tweeledigheid. We zien één beeld. En dat wordt het lastige. Kunnen aanvaarden dat het kijken voor een stuk zot zijn is. Of gek worden is. Dat we altijd gek zijn geweest. We zijn nooit rationeel geweest. We zijn altijd zot geweest. Maar de camera heeft ons toegelaten om door de moderniteit heen te glijden. Of te botsen. Zonder dat zot te zijn. We hadden een onafhankelijk beeld daar naast ons om de zaak te verifiëren. Nog eens magnificence in evidence. Hè. Ik had ook gezegd dat ik kort zou spreken over mijn kitchen.
Hier gaan we dan. Dit is de eerste simulatie van nog het verhaal te doen met de uitgebluste brandweerman. En enkele tests met hoe werkt een onschuldig blauwe hemel groen beeld met een inkomende vuurgloed. Sommigen zullen Memling herkennen natuurlijk. En het is toch van ongelooflijk. Terug Magnificence in Evidence. Hij slaagt er dan in om volgens een optisch vrij correcte manier heel die gevormde reflectie van Maria even verder in het andere paneel terug op te nemen in zijn schild. Dus die weet dat verhaal van ook nabijheid en vanaf. Ik heb nog een andere theorie over waar je het beeld kan in samenvatten, is flatness en perplexity. Vlakheid en verstomming. Dat zijn twee dingen die altijd aanwezig zijn als we naar het beeld kijken, zonder dat het interesseert in ons. Even een beetje flauwe illustratie misschien van die dichotomie. Uiteindelijk leven we in het binaire tijdperk. Alles wat ons omgeeft, dankzij uiteindelijk de eentjes en de nulletjes. Maar ook dankzij chronometrie, dankzij tijd. Omdat we de tijd beheersen, denken we. We beheersen kloktijd. We beheersen niets anders dan kloktijd. En die simultaniteit van zowel het groene als de hel is natuurlijk bijzonder fascinerend. Omdat daar wordt een reis gemaakt door verschillende stadia van het paneel. En ook in de geest van de mens. Maar in feite kan je er ook synthetisch naar kijken. Je kan het ook in één oogopslag bekijken. Het brandende leeft samen met het helende, zou ik kunnen zeggen. Het groene en blauwe kader. Ik zal het straks nog hebben over iemand die mij nauw aan het hart ligt, die verklaart waarom het brandende en het koele, waarom we er eigenlijk samen mee willen leven, waarom die niet, waarom we moeten ophouden met bipolair te denken. Een van mijn studiefoto's uit het arboretum van Ter Vuren, hier een zeer voorbeeldig groepje daar. Het vlammenpatroon is leesbaar, zou je kunnen zeggen. Dan een vroege simulatie met de kleine boompjes. En technisch gaat het eigenlijk als volgt. Wij maken de film ter plekke met cameracrew en met steadicam. Wij hebben eigenlijk alle scènes ongeveer op ooghoogte afgewandeld. En je voelt soms ook wel het, de beweging van een camera. Dat dat op en neer gaat. En dan hebben we die beelden uiteindelijk gebruikt als leidraad om de virtuele beelden van te maken. We hebben dus de echte bomen vervangen door de acteurs, zou je kunnen zeggen, door de virtuele bomen. En dan hebben we uiteindelijk de camerabeweging van onze eigen beweging daar ter plekke in te vuren terug. Geïntroduceerd in dat synthetische beeld. Studie van een rookpluim, heel vroeg in het project. Enkele bomen bijeen. Ik wou vooral dat het overkwam als een familieportret. Met een kleintje en de ouders en misschien ook een tante. En dan krijg je studies van reflecterend vuurlicht. Oh ja, hier zitten we al bij mijn schetsen. Dit zijn aquarellen, vrij klein formaat, die als hoofdthema hebben het thema vuur gemaakt met water. Met waterverf of met aquarel. In mijn geval is het Chinese inkt.
Goed. Dan nog even over het ornament. Deze slide had waarschijnlijk iets vroeger in mijn lezing moeten zitten. Het ornament in vuur. Binnen de natuurlijke wereld is niets toeval. Wat wij doen als mens, denk ik, als biologisch wezen, is niks anders dan permanent de vooruitwendiging zoeken van onze eigen biologie. Onze eigen zenuwstelsel aan de hand van het internet, over de planeet doortrekken, enzovoort enzovoort. Polygonen zijn bread and butter bij het virtuele beeld. Dat bestaat eigenlijk niet uit curves, het bestaat allemaal uit lijnen. Dus een virtueel beeld is een beeld dat overgedefinieerd is. En dat is een beeld dat in tegenstelling tot het liberale karakter van camera, in de camera kan je overal zijn. In een virtueel beeld moet je aan elke polygoon een adres geven. Het is een concrete plek in de ruimte. En ik noem dat gemakshalve het Cartesiaanse model van de drie passen. En Descartes zou bij mensen die geïnteresseerd zijn in de cognitieve wetenschappen altijd wel terugkeren. In vele gevallen als de boosdoener en in andere gevallen als iemand die ons ongelooflijk verder geleidt. Een boosdoener in de zin dat hij heeft ervoor gezorgd. Dat we bijna op de finale manier geest en lichaam met elkaar zijn gaan houden. Ja, misschien even te snel. Ja, dat is het. Ik denk dat mij dat als jong artiest tegenstond aan Wendling, is dat hoekige van die anatomie. Eigenaardige anatomie soms, die echt zo'n volgende schema's lijkt gemaakt te worden. Terwijl hij dan in zijn portretkunst niet openbloeit tot iemand met die bijzondere karakter en menselijkheid in zijn beelden legt. Dit is opnieuw te vuren. Ja, het loopt hier een beetje door elkaar. Dit is een virtuele versie van die bomen. En dit is dan eigenlijk, dus moesten we nu op de uitreiking van de Oscars zijn, dan zou ik nu mijn acteurs voorstellen. Dat zijn ze allemaal, het zijn er niet meer. Er zijn allemaal variaties van deze bomen. Dat is ook zo'n aspect dat mij soms wel zorgen baart aan het virtuele of aan het synthetische beeld is dat. Dat is een gesproken beeld. Dat is niet iets dat je daar zo vindt. En daar moet je je weg doorploeteren en je moet het genereren, je moet het maken. Je werkt dan met een heel team aan meestal. Maar zelfs dan werk je daar alleen aan. Je reduceert eigenlijk, je schildert, hè. Je reduceert een natuurlijke propositie tot een synthetische propositie. En je zegt, dit is genoeg om overtuigd te komen. Dit kunnen we als waarheid aannemen, niks meer. Achter die shell, achter die grens van die boom, ligt geen wereld. En dat is, vind ik ook interessant met mijn klein theorietjes. Ik denk ook de dark optics. Dat zijn de donkere optiek, waarin je langzamerhand begint te voelen dat die wanden daar, dat er eigenlijk niks achter ligt. Work in progress in dit stad, ja. Een vroege render van het vuur ook weer, met dan eigenlijk een eerder uitgewerkt voorstel van onze ontploffing slash vuurbal. Dat is een proces, dat is heel bizar, maar het is een beetje zoals bij twee spelen. Je moet dat laten groeien, dat vuur, de generatie van het vuur. Het duurt een, ik denk bij ons was het een drietal maanden, en dat is zoals plantengroeien. Je gaat om de zoveel dagen of weken gaan kijken naar het stadium. En je kan ook te ver gaan, dat ben je te kwijt. Maar je moet op een gegeven moment de knop indrukken en zeggen stop. Save. En dat is dit punt. Niet verder dan dit. En dan wordt
wordt je beeld vanaf daar, komt dat er langzamerhand uit. Aan de hand van al die miljoenen polygonen wordt dat dan gerekend. Dat is een team van ongeveer 45-tal PC's dat daarvoor samenwerkt. Dat is eigenlijk allemaal een kleine vergelijking met wat de industrie doet. Maar op technologisch niveau zit het natuurlijk wel daar. Diezelfde bijna eetbare materialiteit, je kan ze wel smaken. Je krijgt er honger van. Ons dode boomstronk is niets anders dan een scan van een boomstronk die een achteraf is uitgeknipt en in beeld geklemd. Dit was onze kerstkaart van de studio vorig jaar, omdat we toen in het midden zaten van de computer renderings en zo een half afgewerkt beeld kregen. Met dan een klein detail dat nog iets verder zit. Dan gaan we wonder boven wonder, ik heb nog 5 minuten, gaan we langzaam afronden met deze drie heren. Het spijt me dat ik er geen vrouw kan bijzetten, dus ik toevallig 3 mannen. Van rechts naar links is Antonio Damasio, een Portugees-Amerikaan, een neurobioloog, een zeer groot denker, die eigenlijk van de drie figuren de meest quasi wetenschappelijke positie inneemt. De man gaat nooit verder dan zijn veld. Een van zijn bekendere boeken is Descartes' Error. Het gaat over het schizofrene patroon bij Descartes. En de vraag van, was het eigenlijk wel nodig dat dit zo kapitaal mogelijk gegeven werd binnen de filosofie en waarom? Cogito ergo sum, ik denk, dus ik ben. Dus eigenlijk, we gaan terug op Avicenna, op 900 jaar terug op het zwevende lichaam in de ruimte. Wat als ik mij inbeeld dat ik met mijn lichaam dadelijk is opgespannen in de ruimte, dat ik niets meer kan voelen van mijn zintuigen, ben ik het nog. Want als ik volledig gegeest word, dan kom ik terug bij Descartes. En het de thesis van de tweede man in het beeld in het midden, Ian McGilchrist, is een Schots neuropsycholoog, hij klinisch psycholoog, is iemand die in de praktijk gewerkt heeft, maar ook uit literatuur komt. Zijn thesis is dat er een bijzonder opvallend patroon is, wat absoluut taboe is binnen de hersenwetenschappen. Er kan je geen carrière in maken, dus geen eerst afstoppen met die nonsens. Zijn die theorieën van het bicamerale bij de mens. Dus waarom hangen wij af van redundantiesystemen binnen ons kijken en binnen ons denken? Waarom procederen onze linker en onze rechter hersenhelft wat we doen anders? Het is niet wat ze procederen wat anders is. Het gaat niet over het vrouwelijke versus het mannelijke. Die eenvoudige dichotomie lukt niet, dat weten. Maar waarom is het eigenlijk dat ze die taken die ze vervullen, waarom die hersenprocessen, waarom dat die ze zo anders invullen? En de theorie bij Ian McGilchrist in het boek The Master and His Emissary uit 2009 staat eigenlijk diametraal tegenover de man helemaal links, en dat is Julian James. Die de figuur die eind jaren 70 actief was en die een boek schreef over de oorsprong van het bewustzijn. Ik ga het nu zeer, zeer karikaturaal schetsen. Volgens James zijn onze hersenen, de hersenen van de moderne mens, is enkele duizenden jaren oud, zijn de hersenen van de moderne mens subtieler wordende netwerksystemen die vanuit een
basissituatie van auditieve hallucinatie, waarbij dat beide hersenhelften niet met elkaar communiceren buiten via conflict. En in die conflictzone, uit die conflictzone, groeit het principe van godsdienst en van gebed. In een bepaald stadium in de ontwikkeling van de mens begint dan die verweving tussen het bicamerale, de twee hersenhelften, plaats te vinden. Het bidden is eigenlijk het verliezen van die auditieve hallucinatie, het verliezen van een goddelijke stem. God, waar ben je? Dat is het bidden. Ik ben je kwijt, ik wil je terug. James stelt dat dat gaat te maken heeft met een vernetwerking. We zijn het van, eigenlijk zou je kunnen zeggen, van een schizofreen wezen naar een genetwerkt wezen. De Gilchrist beweert op een interessante manier het omgekeerde. We weten ondertussen dat James voor een stuk verkeerd is. Maar James is niet helemaal verkeerd, dat is het interessante. Want er zijn een aantal aspecten die onder andere wat hij ons leert rond religie. En het is onwaarschijnlijk, er wordt niet voor niets wordt de Mozart van de psychologie genoemd. Hè, omdat de man heeft een onwaarschijnlijke groep van kunst en geschiedenis bij elkaar gebracht in The Origin of Consciousness. En bij Gilchrist zegt hij van, het probleem is dat in de plaats van, ja, het is waar, we vernetwerken. We zijn ons vooral bewust van de vernetwerking. Maar de master en de emissary gaat eigenlijk terug op de landheer die vazallen heeft om het werk voor hem uit te voeren. Op een gegeven moment identificeert de landheer zich en de talenten is de probleem, zich met de master en hij neemt het van de master over. En de thesis van de Gilchrist is kort gezegd, de uitvoerder heeft het overgenomen van de meester. De uitvoerder kunt u zo lezen aan de hand van de technologische verwezenlijking. Ik monochronie noemen, is de overheersing van de gespleten tijd, de opgezonde tijd. En de vruchten die het afwerkt, is fenomenaal, anders zouden jullie niet zitten. En het feit is dat we, ik had het al over het ene hè, en niet het twee. Dat we moeten eigenlijk zwaar omdraaien. Je moet eigenlijk permanent in twee kunnen denken. En niet voor niets leven in het universum van een bieden. Steeds, de wetenschap is ook op zich een debat tussen het ja en het nee. Alles wordt uitgesloten wat niet bij een zekere categorie hoort. De realiteit van het weten. Dan, als dissertje. Ja, zo ken ik die misschien allemaal. Maar zo ziet ons zenuwstelsel eruit. En zo ziet het er echt uit. Het is helemaal gedissecteerd en opgekleefd. Het is een zeer oude versie daarvan, vandaar dat het zo eruit is getrokken. En dit is dan onze verwezenlijking van dat zenuwstelsel. Ik ben er nu toevallig gisteren opgekomen. Dit zijn alle onderzeese verbindingen. Dus verschillende continenten. Dus wij doen niets anders dan formeel oplossen waar we inherent in geboren zijn. Een onthoofde man met enkele hersenregio's. En dan ja, nog enkele schetsjes. Ik had het over het ene, het oog en de lens. Twee ogen. Maar het tragisch is dat de lens is één oog. En denk eens terug aan Memling. Je zou kunnen zeggen, dus die Magnificence in Evidence, die realiseert zich voor ons om in te kijken en dat. Het is ook niet voor niets dat wij daar mee kunnen leven. Dat we er zoveel over kunnen weten. Globaal. Het is veel water door de schaal. Het ene, ook niet voor niets dat de vinger naar omhoog wijst naar God. Ik had het even over monochronie, dus het bepalen van tijd in mono, ook weer het ene, stukjes.
Maar is het niemand die zegt, we weten dat tijd relatief is natuurlijk, tijd en ruimte. Maar we moeten wel getting to terms met het feit dat we, als we denken aan vrije tijd, bijvoorbeeld hoe relatief het is. Hè? Want niets in deze zaal is onafhankelijk van gechronometreerde tijd. Nog de frequentie van het licht, van mijn scherm, van de projector. Het is allemaal gechronometreerde tijd. Het is allemaal perfect gevangen binnen de seconde, in de milliseconde. Anders zouden we hier niet kunnen zitten. Dus de domesticering van tijd en van heterochronie, in zoverre dat zoiets kan bestaan, sommigen geloven van wel. Maar laten we zeggen, heterochronie kan niet bestaan binnen de logica van monochronie. En dan uiteindelijk, wat het zou moeten zijn, twee vingers. Twee vingers waarvan nog de ene de ander domineert. Overigens, misschien heeft hij zich afgevraagd omdat wij twee ogen hebben en twee hersenhelften en een linker en rechter sympathisch zenuwstelsel. Het is allemaal gefundeerd in het feit dat we om te bestaan moeten gespleten zijn. Wij moeten kunnen kijken in gespleten. We kunnen nooit kijken in niet. Jammer. Maar de oorsprong van het kijken is zowel voorgrond als diepte tegelijkertijd waarnemen. Een permanente verdeling van de taken hebben. Mijn manier van spreken in eten vinden zonder eten te worden. En dat zit allemaal ergens in de lagen van ons primitieve brein. En dat verdwijnt ook allemaal niet. Hè? Het probleem met lens culture en mobielcultuur is dat ik zeg, oh, het gaat over één. En bij Memling vind je al, net als bij Van Eyck vanzelfsprekend, vind je al die twijfel, je vindt al die zekere helderheid aanwezig die er voordien wel was, maar die, het lijkt alsof de paneel een zekere kristalglans heeft gekregen. En altijd weer die fascinatie met die diepte, je zou kunnen doorlopen bij die van spreken. Pygmalion. Het kijken, denken vaak dat we de wereld waarnemen en dat we die naar binnen nemen. Maar een groot deel van het proces van kijken is herinnering. Letterlijk, en dat zegt Antonio Damasio zeer schoon altijd, is de visual pathway is eigenlijk een soort van snelweg naar de achterkant van je hersenen, waar daar de zaken geprocedeerd zijn. Dat is dezelfde snelweg die gebruikt wordt om je herinnering te kristalliseren. Dus daar zijn twee richtingen, je reist permanent van de ene naar de andere. En als je er begint op te letten, meditatie helpt daarin, vanzelfsprekend, dan ben ik daar zelf een zeer slecht voorbeeld van. Als je begint op te letten, dan begin je ook te merken. Dan begin je de aanwezigheid van die herinneringen te voelen op bepaalde plekken, bepaalde gesten die je doet. Ja, nog eens het schema doorbroken. Van beeld naar geheugen, maar ook van geheugen naar beeld. En dan, ja, klein afsluitertje. Digital needs all it can. We hebben al verschillende keren gesproken over het virtuele. En over dat transformatieve van het virtuele. Maar je komt nooit meer terug. Let's make it great again. We gaan nooit meer landen ook. Dat is eigenlijk de prijs die betaalt. Wanneer men het heeft over virtuele tentoonstellingen, dan moet je altijd goed bij begrijpen. Dat is het niet helemaal. En zelfs ik merk dat in mijn praktijk. Ik heb sinds 6 maanden, kan ik me niet voorstellen hoe ik mijn werk zou tonen zonder te tonen in een fysieke actuele ruimte. Men heeft het nogal plattekens en gemakkelijk genomen met die virtual exhibitions en virtual tours. Als dat één ding heeft verwezenlijkt of niet duidelijk gemaakt, is dat hoe gespleten we daarin opgegroeid zijn. Het werkt op geen enkele manier zeer bevredigend. En je voelt je ook niet betrokken, logisch. Je spreekt maar een heel klein deel van jezelf en je hele wezen aan. Hè? Digital needs all it can.
Dus het proces waarin wij begonnen zijn, het proces van moderniteit, waarbij digitaal ook een sprint is. Dat proces is al een keer, maar van zo'n spreken met de digitale stopt niet tot het niet meer kan. Dus dat is een proces dat numeriseert alles wat mogelijk is. Dat gaat wel met hele versneld tempo. Dat is een goede zaak. Maar het is wel zeer explosief. Hè? Het is een zeer. Ik kijk met een bang hartje, want ik heb jaren over dag optics geschreven en niet. Zoals vele andere merken zijn flink stapje dichterbij gekomen. Waarmee ik u dank om gekomen te zijn.